Wij zijn HAN, University of Applied Sciences. Welkom bij dit symposium Eerst Mens, Dan Burger. Iedereen waarvan je zou verwachten dat hij er verstand van had, dacht te weten wat mijn diagnose was. Maar ondertussen spraken de specialisten elkaar ook allemaal tegen. Pak je dat zelf ook aan wat je echt nodig had en zag je ook buiten je werkomgeving naar een coach en ondersteuning? Is dat begrip burger? Eigenlijk was het goed voor de missie van sociaal werk, want het is een hele politieke beladen term. En in het werken met autistische mensen heb ik ook wel vaak gemerkt dat ik zelf best arrogant kan zijn. So we have to teach people sometimes how to make choices, because often the people I've worked with over the years, a lot of times people don't have a lot of choices. We have to prove ourselves first before we belong. We have to show those skills and then we get to belong. What should we learn and how can we maybe change the whole world a little bit in a different direction? Ik weet dat ik hier naartoe ben gekomen, omdat ik eerstejaarspedagogiek student ben. Ik vond het een mooi start om zeker over na te denken. En ik denk dat dit wel een heel goed beeld geeft om te kijken of mensen met autisme of andere dingen nodig hebben om begrepen te worden. Ervaringen maken toch altijd veel sprake. Ik vind het heel fijn dat hun dat die woorden kunnen geven die ik voor de kinderen op een andere manier terugkrijg. Soms blijft zorg ook gewoon nodig. En die basis moet er gewoon zijn. Ook juist om te kunnen participeren op een manier zoals iemand dat wil en kan.